nu. U hoorde het net al van Katrien Straatman in het NOS-journaal. Het kabinet en de KNVB trekken 14 miljoen uit om racisme in het voetbal te bestrijden. En ik ga het erover hebben met Bruno Bruins. Die heb ik aan de telefoon, de minister voor Medische Zorg en Sport. Vanmiddag is dat plan gepresenteerd bij voetbalclub AVV Zeeburgia in Amsterdam. Goedemiddag, meneer Bruins. Goedemiddag. U komt net uit de presentatie. Hoe is het verlopen? Ik denk goed. Het is best een lastig onderwerp natuurlijk, racisme en discriminatie. Maar ik vind dat we met dat plan 20 maatregelen hebben gepresenteerd die concreet zijn, waar een kop en een staart aan zit en waar we ook samen, Rijksoverheid en KNVB, de schouders onder zetten. En ja, dat stemt dan toch een beetje tevreden. Zo is dat. 14 miljoen. Waar gaat dat geld precies naartoe? Want ik hoor dat er bijvoorbeeld een app is, maar dat zal niet het grootste geld zijn. Nou ja, het zit in allerlei verschillende projecten. Maar onder andere, laat ik één voorbeeld noemen. We hebben in Nederland al camera's in stadions, in betaald voetbalstadions hangen. Maar wat ons nog niet goed genoeg is gelukt, is om de combinatie beeld en geluid te maken. Dus op zoek naar beeld- en geluidcombinaties, zodat je precies kunt aanpakken wie de raddraaier is, waar de wanklanken vandaan komen. Dat is belangrijk natuurlijk. En met bedrijven gaan we zoeken naar waar die technologie is. En vervolgens gaan we kijken, kan dat dan in betaald voetbalorganisaties worden neergezet? Maar ook, wat moet je doen bij amateurclubs? Ook daar langs de lijnen, wat kun je daarvoor maatregelen nemen? Dus dat is een deel waar geld heen gaat. Dus gaat ook geld bijvoorbeeld naar een campagne. Een campagne die heel Nederland kan volgen? Overal op radio en tv komen spotjes? Ja, dus dat is een campagne die noemen we Ons Voetbal is van Iedereen. Die hadden we eerlijk gezegd al een beetje, waren we die aan het voorbereiden eind vorig jaar. Toen hadden we nog de gedachte om die campagne te noemen Voetbal is van Iedereen. Maar na dat hele nare incident van half november vorig jaar hebben we gezegd, we gaan die campagne noemen Ons Voetbal is van Iedereen. En daarmee willen we ook aandacht besteden aan maatregelen tegen racisme, tegen discriminatie, maar ook tegen antisemitisch gedrag, homofoob gedrag. Daarvoor moeten we ook aandacht hebben. En daar gaat 750.000 in de komende 3 jaar. Even heel concreet, hè? Als iemand zich nou misdraagt en vreselijke dingen gaat roepen vanaf zo'n tribune, wie is er dan uiteindelijk verantwoordelijk? Nou ja, dat is dus even afhankelijk van waar we zijn. Maar stel je voor, iemand beledigt. Dus een opmerking met een discriminerend karakter. Dan kan hij worden voorgeleid bij het Openbaar Ministerie. Kan hij een straf krijgen. Dat is een route. Je kunt als club kun je ook al een stadionverbod organiseren. Dat kan nu al en dat blijft ook kunnen. En ook de gemeente kan natuurlijk wat doen. Die kan zorgen dat dat mensen zich moeten melden, zodat ze niet meer in het stadion terecht kunnen. Dat ze zich ergens moeten gaan melden. Dat kan fysiek. We zijn ook aan het kijken of dat op een digitale manier kan. Dus er zijn verschillende maatregelen. Maar wat de bedoeling van dit plan is? Ja. Wat is de bedoeling van dit plan is dat je nooit naar de ander kunt wijzen. Dat club, gemeente, Rijksoverheid, KNVB, dat die het samen doen. Samen optrekken tegen racisme en discriminatie. En is dat nieuw? Want ik begrijp dat, ja, helaas duurt het al heel lang. Hè, dat mensen zeggen, ja, maar dit kan zo niet langer in die stadions en wat er is gebeurd. FC Den Bosch, Excelsior. Dat was natuurlijk een vreselijk incident, maar ook helaas niet nieuw. Wat ik u hoor zeggen, zijn dingen die al gebeuren. Stadionverbod is al mogelijk. Je kunt al iemand voorgeleiden en een rechter daarna laten kijken. Wat wordt het grote verschil met voorheen? Ik denk dat dat vreselijke incident ons duidelijk maakt dat je het niet allemaal apart moet organiseren. Dus het is hier samen optrekken en hebben we dat dan vooral laten zien tussen overheid en KNVB. Helaas gaat discriminatie natuurlijk, maar we hebben ons dan vanmiddag geconcentreerd op de aanpak van racisme en discriminatie in het voetbal. Maar laat ik daarover duidelijk zijn. Het is natuurlijk niet iets wat je alleen oplost met, ja, laat ik zeggen, een boekje met 20 maatregelen die tussen Rijksoverheid en KNVB worden afgesproken. Dit gaat ons allemaal aan. Dus we zullen hier met elkaar in Nederland het gesprek over moeten voeren. En met elkaar zorgen dat er
dat we racisme en discriminatie de pas afspreken. Mag ik een voorbeeld geven uit de afgelopen week? Op een heel ander vlak. We hebben op dit moment in de wereld te maken met dat coronavirus. Dat leidt ertoe, ook in Nederland, dat mensen met een Chinees uiterlijk soms worden gediscrimineerd. Dat kan niet. Daar moeten we pal voor staan. Het geeft geen pas om aan de andere kant van de straat te gaan lopen omdat je mensen met een Chinese achtergrond ziet. Ik vind dat we daar met elkaar pal voor moeten staan. Dat we niet mensen discrimineren. Niet in de sport, niet in de samenleving, nergens niet. We hebben hier een gast in de studio. U ziet haar niet, maar ik wel. Ze zit tegenover mij. Het is journaliste Barbara Barends. En die heeft meegeluisterd en die wil graag een opmerking maken, zie ik. Nou, ik denk wat een groot verschil is, dat het is in het verleden heel vaak gebeurd. Maar het is ook heel vaak, wilden we het niet horen of deden we of het erbij hoorde. Of was er even verontwaardiging en dan gingen we weer door. Nu was de verontwaardiging groot. En wat je zag, dat daarna reactie van Gini Wijnaldum, van Ronald Koeman, dat die zich ook uitspraken. En dat ineens jongens zoiets hadden van, nee, het is niet gewoon. En vooral de reactie ook van Ahmed Mendes zelf, dat hij zo gekwetst was en liet merken, scheld doet pijn, heeft ineens iets voor elkaar gebracht dat nu wel de partijen allemaal serieus zijn aan samenwerken en binnen no time een plan hebben opgesteld, wat niet maar alleen maar over repressie gaat, maar ook over voorkomen, signaleren, ook gedeeltelijk rehabiliteren. Dat mag van mij nog wel ietsje meer. Maar er zijn allemaal concrete maatregelen gekomen. Natuurlijk valt en staat het bij uitvoer, maar het is nu wel voor het eerst dat er gezegd is, we gaan dit niet meer accepteren. Het is signaleren. Ik wil toch, omdat er al twee keer naar verwezen is, even het fragment laten horen van Fox Sport en het interview daarna met deze voetballer van Excelsior, Ahmed Mendes Morira. Ja, de scheidsrechter gaat nu naar de zijkant, want het heeft alles te maken met de manier waarop hij verbaal bejegend wordt daar door een deel van de aanhang van Den Bosch. Wat is er precies gezegd en geroepen? Het begon eerst met Zwarte Piet, toen werd het K-neger, toen werd het K-katoekplukker, toen werd het K-zwarte en het blijft zomaar doorgaan, weet je. En laten we ook even luisteren naar hoe het er soms toe gaat op een tribune. Op een normale zaterdag of zondag kan ook dit gebeuren. Onder andere wordt er dan geroepen, pak aan die neger of pak aan die aap. Ja, en ik weet niet wat er is gebeurd met degene die zoiets kan schreeuwen, maar misschien is die gewoon een biertje gaan drinken in de voetbalkantine daarna. Hoe anders moet dat vanaf nu worden, minister voor de Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins? Ja, het moet gewoon anders. Kijk, wij waren vanmiddag, en trouwens Barbara Barend was er ook, we waren vanmiddag bij de voetbalclub Zeeburgia in Amsterdam. Als je daar even gaat praten langs de lijn en je spreekt daar met mensen die uit een andere cultuur komen, die zeggen van ja, maar het is, het lijkt wel alsof we eraan moeten wennen dat we worden gediscrimineerd. Ja, dat vind ik, dat is natuurlijk, zo moet het natuurlijk niet. We moeten er helemaal niet aan wennen. We zullen er samen maatregelen voor moeten treffen dat het, ja, dat we dat gesprek voeren, dat het niet normaal is om te discrimineren. Ik vind dat we, en daarvoor helpt dit plan van vanmiddag, het is natuurlijk niet normaal. Laat dat duidelijk zijn. Nee. Waren de mensen die inderdaad vonden dat ze zich daar maar bij neer moesten leggen de afgelopen jaren? Of was dit vreselijke incident nodig om mensen wakker te schudden? Ik denk dat laatste. Want er is echt een tijd lang is het volgens mij gebeurd. Ik ben zelf ook regelmatig uitgescholden als ik aan het werk was. En dan stonden de supposten naast me. Of soms was ik een trainer aan het interviewen. Voor wat werd je uitgescholden? Kankerjood. En dan zei ik tegen de trainer, ik moest ook een keer door 100 man riepen dat ik vergast moest worden. En toen zei ik tegen de trainer, heb je het niet gehoord? Nee, waar heb je het over? Nou, ik ben toen naar huis gegaan en heb gezegd, ik ga daar nooit meer heen. En toen heeft de club trouwens heel veel maatregelen genomen waar dat was. Maar er was op een gegeven moment zoiets van, je moet, ja, dat hoort erbij. En ik denk dat dat ook met de huidige generatie iets heeft van, het hoort er niet bij. En ook op het amateurniveau gebeurt het dus heel veel. En wat is belangrijk, dat je het ergens tenminste kan melden, dat er naar geluisterd wordt, dat er maatregelen zijn. Maar ook aan de voorkant, al die voorkomings, de programma's om het te voorkomen. En ook als je gestraft wordt, niet alleen maar straffen. Daar geloof ik ook niet in. Er is nu een zogenaamd spreekkorenproject. Voor strafvermindering krijg je dan een cursus van de Anne Frank Stichting. Nou, je kan mensen ook in taakstraffen andere dingen dwingen. Om zowel met andere mensen om te gaan. Om te voorkomen dat dit gebeurt. En dat ze uiteindelijk misschien het anders gaan doen op de tribune. En andere mensen ook door hun onderwijs hoe het moet. Maar het belangrijkste is dat er nu wel echt
iets concreets geworden. Maar wat ik aan de minister wilde vragen, meneer Bruins, wie is uiteindelijk verantwoordelijk? Want dat is denk ik wel een heel belangrijk iets. Bent u verantwoordelijk en mag ik u er over een paar jaar op aanspreken van dat de plannen uitgevoerd worden? Of wie is dat? Want dat lijkt me wel met dit plan heel belangrijk. Nou, dat is een goede vraag. Ik speel hem heel graag door. Nou, ik vind dat... En nou laten de techniek ons een beetje met rust. Die verstoort het. Even kijken of de lijn beter is. Het een hele goede vraag. Van wie is er uiteindelijk aanspreekbaar op maatregelen als mensen zich racistisch of anderszins discriminerend uitlaten? Nou, voor dit hele project, hè? Bij het hele project, ja. Ja, er zijn acties die zijn belegd bij de KNVB en bij de Rijksoverheid. Maar het moet zo zijn dat als het ergens toch niet goed loopt, dat wij allebei erop kunnen worden aangesproken. En mevrouw Barend zegt, zou je dan niet beginnen bij de Rijksoverheid? Dan denk ik dat ik mij zeker aangesproken voel voor het uitvoeren van dit plan. Oh, mooi. Maar ik denk dat eigenlijk als ik het zo beluister, gaat het erom dat het zeg maar de maat vol is en dat wordt onderstreept. Hè? Van, ja. Het is niet zo dat we er steeds meer aan moeten wennen. Het is gewoon genoeg geweest. Ja, maar dat is één. En die signalering of constatering hebben we gedaan. Nu is stap 2 dat er plannen zijn gemaakt. En stap 3, waar de heer Bruins ook zegt, daar mag u mij in ieder geval verantwoordelijk voor houden. En ik neem aan ook de KNVB, dat allemaal wordt uitgevoerd. En dan denk ik nog, maar goed, ik vind het al heel knap dat er in zo'n korte tijd zo'n groot plan is gepresenteerd, dat we nog wel doelstellingen moeten gaan formuleren, waar we dan ook meneer Bruins over een paar jaar mee kunnen praten van hebben we die bereikt. En het is eigenlijk die verschillende dingen die belangrijk zijn. En als je ook sporters spreekt, voetballers, ik trek hier veel in met Edgar Davids op. We zijn ook bij de minister geweest om hierover te praten, wat er kan veranderen. En je ziet dat er een bepaald wantrouwen altijd was van ja, men vond het misschien niet zo belangrijk, waarom zou ik het ook melden? En je ziet nu dat er ook een opluchting is, er gaat wel wat veranderen. Er gebeurt wat. Ook Edgar Davids was vandaag heel positief daarover. Wat fijn. Het is niet alleen maar woorden. Er zijn nu plannen en nu is de volgende stap de daden. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor de mensen die hiermee te maken hebben. Dat gevoel er eindelijk is van ja, met z'n allen. Niet alleen maar van gekwetsten of donkeren of nou ja, wat voor achtergrond dan ook. Maar iedereen, dat iedereen zo zegt, het is klaar. We hebben deze maatregelen en we gaan ze ook uitvoeren. Dank Barbara Barend. En ook dank voor meepraten minister Bruno Bruins, minister van Sport. Vanmiddag is dus dat plan gepresenteerd bij de voetbalclub. 14 miljoen om racisme uit het voetbal te bestrijden. Maar het is dus veel breder dan dat. Hartelijk dank. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Iedere week in Stand van Nederland gaan wij ons buigen op het economisch nieuws van dit moment. De verhalen achter de cijfers. Iedere week schuift ook een econoom of een financieel specialist aan. En deze week is dat publicist, schrijver en financieel onderzoeker.